Op donderdag 17 november is in Den Herberg in Zomeren de eindejaarsactie van de OVS geopend. Met een ontbijt voor deelnemers en sponsoren. Hockeyer Mink van der Weren sprak de ondernemers kort toe en legde een parallel tussen topsport en ondernemen. En daarna gaf Mink het startschot voor de actie. Grat Wijnen gaf het startsein voor een klantonderzoek, waarbij het winkelend publiek van Zomeren haar mening gevraagd wordt over het centrum van Zomeren. Ja, vorig jaar hebben we eigenlijk voor de eerste keer het ontbijt gehad, waarvan ik eigenlijk heb gezegd van nou, het wordt is trouwens de tweede keer, dit is de derde keer. Vorig jaar al aangegeven, het wordt al een traditie, ook al hebben we het nog maar net gedaan. En dus ja, dat is gewoon leuk, een stukje teambuilding om 7 uur bij elkaar om hier bij de herberg een mooi ontbijt te nuttigen, dus bij te praten en uiteraard de kick-off te geven, om er een goed Nederlands woord te gebruiken voor onze eindejaarsactie. Kick-off werd gegeven door Mink van der Weerde, een speciale reden. Voor? Ja, we willen natuurlijk graag een aansprekende persoon hebben. En ja, Mink is natuurlijk toch onze sportheld hier in Zomeren. En het is heel mooi hoe dat Mink vanuit zijn beleving als topsporter parallellen kan leggen naar ondernemend Zomeren. Waar wij ook op een bepaalde manier, op onze eigen manier, ook topsport proberen te bedrijven. Daarna kwam de spreker Gert Wijnen. Die had grote plannen met het centrum. Daar zijn jullie wel mee eens? Ja, klopt. We hebben een werkgroep vanuit onder andere de OVS, maar ook met de vastgoedeigenaren. En Gert Wijnen vanuit zijn expertise hebben we daar ook heel graag bij betrokken. Je weet, we hebben een aantal jaren geleden geprobeerd om een bepaalde vorm van centrummanagement in Zomeren te krijgen. Dat is destijds niet gelukt. Maar de hele ontwikkeling, de economische ontwikkeling in het centrum van Zomeren ja, maakt ons wat onrustig, baart ons op bepaalde manieren zorgen. Dat zien de mensen in Zomeren zelf ook wel. Er moet wat gebeuren in Zomeren en wij proberen die handschoen op te pikken. Dat kunnen we als OVS niet alleen, dus vandaar dat we een gremium, een werkgroep hebben gemaakt waarin onder andere de vastgoedeigenaren, externe, OVS, gemeenten in betrokken zijn om ervoor te zorgen dat we in Zomeren een mooi en economisch bloeiend klimaat proberen te houden. Ja, want het moet. Ja, het moet. Het is ondanks alle ontwikkelingen natuurlijk op het gebied van internet, waar we misschien niet helemaal de grip op hebben, maar moeten er instrumenten en mogelijkheden zijn om zelf ook de handen ineen te slaan met verschillende groeperingen. En ik moet zeggen dat ook de vastgoedeigenaren en de gemeente dat ook graag goed mee oppikken. En ja, daar zijn we volop mee bezig en vandaar dat we ook een enquête hebben die we uit gaan rollen naar het publiek toe. Ik nodig de mensen ook graag uit om die enquête eens serieus in te vullen. Want het gaat uiteindelijk ook om het winkelgebied wat we doen voor de Zomerse consument. Dus kijk eens op internet op die enquête. Vul hem eens gewoon naar eer en geweten in. Want dat zijn allemaal zaken waar wij als ondernemersvereniging en werkgroepcentrum iets mee kunnen en ook iets mee moeten kunnen. Toen kwam je vragen en wat dacht je toen? Ja, wat ik zeg, mooie eer. Want ik vind het belangrijk dat ik ben niet voor niks. Ik heb een paar jaar in Eindhoven gewoond. Ik ben niet voor niks terug in Zomeren gaan wonen. Omdat ik hier heel graag woon en ik het hier heel mooi vind. En dus het is denk ik in ieders belang dat er hier een mooi centrum staat. En dat, dus dan, ja, als ik daar ook maar op alle kleinste manier mijn steentje aan kan bijdragen, dan doe ik dat.